Waarom zie ik er in de ene spiegel beter uit dan in de andere? In mijn studentenhuis staat deze spiegel. Of nou ja, het is meer een soort grote scherf. Niet echt mooi, maar op de een of andere manier zie ik er daar altijd beter uit dan in andere spiegels. Herkenbaar? Dat heeft met drie dingen te maken. Ten eerste is het natuurlijk de hoek van de spiegel. Van boven naar beneden is mooi, maar van beneden naar boven... En dan heb je nog belichting. Je ziet er het beste uit als de spiegel op een plek staat waar zacht licht is. En dan het liefst van de zijkant. Je huid wordt dan egaler, het zorgt voor mooiere schaduwen en je spieren worden beter belicht. En dan heb je nog de spiegel zelf, want misschien heb jij thuis wel een dikke spiegel. Hey! Het werkt eigenlijk precies hetzelfde als bij zo'n lachspiegel. Als de spiegel bol is, dan lijkt hij middelbreder. En als die hol is, dan lijkt je smaller. Het kan zijn dat jouw spiegel thuis een heel klein beetje hol of bol is. Bijvoorbeeld omdat het houten frame net niet helemaal recht is of is gaan buigen. Waardoor je net iets breder of dunner eruit ziet. En dan vraag je je af,